Ik betaalde Alex Hormozi $65.000 om een strategie te maken voor mijn bedrijf en ik vloog daarvoor naar Las Vegas toe. Dit zijn de drie grootste inzichten die ik heb opgedaan uit die $65.000 investering. Leuk om te weten, ik heb ook op mijn YouTube kanaal een andere video staan van 90 minuten lang, waarin ik alle inzichten deel uit die $65.000 workshop. Als je opzoekt op YouTube Michel Moussa 65k Hormozi, dan vind je die video wel. En die video is mijn best bekeken video ooit, hij werd enorm goed gewaardeerd. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen, want die video duurde 90 minuten. Ik ga een nieuwe video maken waarin ik mijn drie grootste inzichten deel en die wat compacter houden. Zodat je, als je het al bekeken hebt, heb je even een reminder van, hey, dit zijn de drie belangrijkste dingen die Michel heeft geleerd. Zo niet, dan is het misschien een voorproefje, waardoor je denkt van, hey, hier ga ik 90 minuten van mijn tijd in investeren. Die video is echt heel goed bekeken, dus die kan je dan kijken. Maar goed, dit zijn mijn drie grootste inzichten. Wat Hormozi zei, dus les 1, is dat hij de founder ziet als de Chief Constraint Officer. Even wat definities. Oké, de founder is degene die het bedrijf heeft opgericht. En stel je voor dat jij een founder bent van het bedrijf, dan sta je vaak al vrij los van het bedrijf. Zoals Alex Hormozi, hij runt nu niet Acquisition.com. Lela, zijn vrouw, runt Acquisition.com. Dus het hele team en de projecten en noem maar op. En hij staat best wel los van het bedrijf. Hij werkt 1 dag per week in het bedrijf van Acquisition.com. En 4, 5 of 6 dagen per week de overige werkt hij daarbuiten. Dus dan schrijft hij zijn boeken en noem maar op. Dus je kan, de CEO is dan echt degene die het bedrijf runt. Dus degene die de managers dan managt, of die de team managt en die de plannen maakt en noem maar op. En de founder, dat is dan degene die meer los staat als het ware. Hij zegt, als founder ben je de Chief Constraint Officer. En er is altijd een constraint in jouw business, een bottleneck. Dus hij ziet eigenlijk de founder als de persoon die de bottlenecks oplost. En ik heb dit al tegen meerdere mensen gezegd. Elke keer dachten ze, oh, dat klinkt heel logisch. Het is heel fijn voor mijn team, dat mijn team nu weet dat ik gewoon de persoon ben die de bottlenecks oplost. Dat mijn tijd gewoon vrij moet zijn om de bottlenecks op te lossen. Dus in zijn geval is dat zorgen als hij gewoon een heel groot brand bouwt. En trouwens, vergeet voor te stellen, mijn naam is Michel Moussa. Wij helpen in de Nederlandse markt dienstverleners en coaches om klanten te krijgen uit LinkedIn. En Alex Hormozi draait 200 miljoen per jaar met zijn bedrijf Acquisition.com. Daarvoor heb ik $65.000 betaald om hem de strategie te laten maken. Goed, dus jij als eigenaar, dus stel je voor dat jij, oké, dit was met grote bedrijven als je al helemaal losstaat, maar stel dat jij de eigenaar van een bedrijf bent, dan kun je je ook zelf ook zien als de founder. Dan ben jij dus degene die de constraint op moet lossen, die de bottleneck op moet lossen. En dat is dan het belangrijkste daarvoor. Wat goed is om te weten, dat werd niet gedeeld op deze dag, maar Lela, zijn vrouw, die dus de CEO is van dat bedrijf, dus die alles managt, die zei, oké, als CEO ben je de Chief Accountability Officer. Dus de founder is volgens Alex de Chief Constraint Officer. En de CEO is volgens Lela de Chief Accountability Officer. En de Chief Accountability Officer die houdt in principe alle mensen en managers accountable. Dat ze hun taken goed uitvoeren. Dat ze hun doelen halen en noem maar op. Dus waarom zeg ik dit? Stel dat jij zowel de CEO als de founder bent. Dan ben jij de Chief Constraint Officer. En dan ben jij ook de Chief Accountability Officer. Dus dan los je en de bottlenecks op en je houdt iedereen accountable. Volgens hun rollen. Hopelijk geeft het je wel inzicht. Dus ja, dan moet je beide doen, dan moet je meer doen. Goed om te weten. Oké, laat me ook vooral weten of dit duidelijk is en of je nog bepaalde vragen over zijn. De tweede les, die heel veel of gewoon mij echt inzicht heeft gegeven, waardoor ik ook dacht van, hey, nu snap ik waarom Alex en zijn bedrijf ook zo groeien, of waarom dit bedrijf zo onderscheidt. Elke keer als hij aanraadde aan iemand van, hey, ga advertenties draaien, zei hij, oké, zorg dat je zoveel mogelijk klanttestimonials verzamelt en dat je die gewoon normale video's, dat klanten gewoon een video opnemen met de ervaringen over jouw traject, waar ze eerst stonden, waar ze nu staan, wat hun pijnpunten waren, wat hun echt, dat is een vraag die ze dan vaak stellen van, hey, oké, wat was het meest pijnlijke moment voordat je in ons traject stapte? Wat was echt het moment waarop je dacht, oké, dit moet echt veranderen? En dan wordt dat vaak de hoek van de advertentie. Maar hun zeiden steeds keer op keer van, hey, zorg voor die testimonials en draai ze als advertenties. En nu hoor ik je al denken en ik dacht zelf ook, oh, is toch best wel een beetje ongemakkelijk om dan te vragen aan klanten van, ja, oké, wil je die video opnemen? Want ik wil ze draaien als advertenties. En precies dat is het stuk waarom zoveel bedrijven, waarom hun zo gegroeid zijn. Want zoveel mensen zijn niet bereid om dat te doen. Om dat te vragen aan klanten, want die denken, ah, weet je wel, zo is het. Maar juist, dat zijn zulke krachtige advertenties. En hij zei ook gewoon dat zijn best presterende ads met Gymlaunch, dat die ook dat soort, met zijn andere bedrijf die 30 miljoen per jaar draait, dat dat ook dit soort advertenties waren. Dus ja, dat was voor mij echt een groot inzicht. En hij zei dan ook, hey, hoe kan je die verzamelen? Hij zei bijvoorbeeld, stel je voor dat jij je kan bijvoorbeeld een giveaway doen. Dus in mijn geval, hey, we geven een half jaar gratis coaching weg. Voor bijvoorbeeld één iemand die een testimonial instuurt, een video testimonial. Voor
als je een testimonial instuurt en wij mogen die gebruiken als ad, als advertentie, dan verloten we onder iedereen die iedereen instuurt een half jaar lang gratis coaching bijvoorbeeld of een andere giveaway. En op die manier kun je dan heel erg veel verzamelen. Werk je dan met hele grote enterprise klanten samen, dat heb ik van zijn customer success manager geleerd, dat je in de onboarding mensen al heel ver naar voren moet opwarmen. Dus hey, nou, als we dit zover willen doen, dan willen we graag ook dat en dat. Dus dat je dat slomerend zaadje plant om dat zo te realiseren. Maar hij zei, bij iedereen zei die kost wat kost, krijg die testimonials. Dus dat was een heel belangrijk inzicht. Een derde belangrijk inzicht is dat hij het heel veel had over een VSL funnel. Wat is dat precies? Kijk, stel je voor iemand heeft een call ingepland bij jou. Dus bij ons, kijk, we hebben bijvoorbeeld, om even te laten weten hoe dat zit. Kijk, we hebben bijvoorbeeld zelf ook strategiegesprekken. Dit is een voorbeeld van een pagina waarop mensen die dan in kunnen plannen. En wat we hier eigenlijk doen is dat we kijken van, hey, oké, kunnen wij een persoon helpen met een van onze trajecten? Kunnen wij een bedrijf helpen om op LinkedIn te groeien en hun business te laten schalen? Wat hij dan zei is, okay, als iemand dan hier zo de call inplant, dus ik ben nu in een andere tijdzone van dat dit zo laat staat, kijk, dan heb je eerst alle vragen, maar dan vervolgens wil je ook nog dat ze een video kijken voordat ze op de call komen. Dus dat is eigenlijk, er zijn verschillende typen VSL's. Je hebt eigenlijk één VSL. Als je bij ene VSL wil kijken, kijk, je hebt eigenlijk VSL's die ervoor zorgen dat mensen een call inplannen. En dat is het volgende. Kijk, als je een VSL hebt die ervoor zorgt dat mensen een call inplannen, dat is dan meer een dus ze krijgen een weggever in ruil voor een naam en e-mailadres. En dan komen ze bij een video. En die video geeft ze dan waarde. En dan spoort ze uiteindelijk aan om een call of een call in te plannen. Deze video is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. Als je naar mijn website toe gaat van moussaconsulting.nl. En je klikt hier zo op gratis LinkedIn training. Dan kun je die bekijken. Dat is de VSL die ervoor zorgt dat mensen de call inplannen. Je hebt ook nog een VSL die dan als iemand de call al heeft ingepland. Die je dan kan tonen. Dus dat is meer een video waarin je gewoon uitlegt van, hey, dit is wat we voor jou kunnen doen. Dit is wat voor jou kunnen, of gewoon, dit zijn al onze deliverables. Dit is gewoon echt een pitch eigenlijk. Dus dan zorg je ervoor dat ze de pitch al bekeken hebben voor de call. En dat is eigenlijk hetgeen wat je steeds keer op keer herhaalt in de call. En als je dat dan doet voor de call, zijn ze al een stuk warmer. En dan hoef je in de call dat niet allemaal steeds herhalen. Dus dat was voor mij ook een heel belangrijk inzicht waar hij steeds meerdere keren op hamerde om zo'n VSL te schieten. Als je zelf die graag wil zien, even kijken. Wat ik eventueel heb, ik heb hier zo, ik kan het wel eventjes onder neerzetten. Dit is een bestandje wat wij gebruikten in onze lancering. Kijk, en hier zo, als je dan klikt op klik hier voor een video walkthrough, dan kun je hier zo deze video zien. Dit was mijn VSL die ik had geschoten. Dus dat is een video van 12 minuten, die dan ook andere mensen kijken nadat ze een call bij ons hebben ingepland. Dus als je dat wil zien, dan kun je eventjes op het linkje hieronder de video klikken. Mocht hier op een of andere manier niet onder staan, stuur me dan gerust even een DM op een social media kanaal. En zeg dan, want mijn team zet deze dingen er altijd onder, dus het kan dan even een keer misgaan. Zeg dan van, hey, kun je mij die demo even toesturen of die VSL video nadat iemand een call heeft ingepland. Nou, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je hier wat waarde uitgehaald hebt. Mocht je hier meer van dit soort video's willen zien, abonneer dan op dit kanaal. En mocht je de video willen zien over alle inzichten die ik heb opgedaan uit Hormozis en Mastermind, dan kun je naar YouTube toe gaan. Dan kun je hier intypen Michel Moussa. Dit is mijn kanaal, ja, waar je nu eigenlijk bent. En dan kun je hier zo klikken op populaire video's. Populair. En dan is dit de video over alle inzichten. Tot in die video misschien en anders een hele fijne dag.